We gaan ervan uit. Dankjewel. We gaan er ook vanuit dat we de mening, de visie van anderen respecteren. En we waarderen het ter zeerste dat dus ook verschillende communicatie- en denkstelen een plek krijgen tijdens deze bijeenkomst. Ik ga nu over naar de volgende slide. Ik heb verzuimd om mezelf op een nette manier te introduceren. Ik ben Astrid Runs. Ik ben een van de leden van de beweging voor Zwarte Vooruitgang. De andere collega Eline Graan-Oost en Vanessa Limon die zullen eventueel straks ook inloggen. Het programma ziet er als volgt uit. Oh, ik zie dat ik op continue. Ja, het programma ziet er als volgt uit. Dat er dus een korte introductie wordt gedaan door over ons van wie de beweging is. Vervolgens zullen we de diverse inleiders, dat zijn de heer Armand Sunder en de heer Iwan Weegaarde, dus ook introduceren. Waarna we vervolgens overgaan tot de vragen-dialoogronde. Een korte samenvatting. En vervolgens geven we dan ook weer waar de volgende webinar over gaat. En tenslotte eindigen we om 7:30. In dit geval zal het betekenen dat we enigszins 5 minuten over 7:30 dan eindigen. Ik ga verder naar de volgende slide. De beweging, waarvoor staan we? Het is onze missie dat we door het organiseren van webinars trachten om informatie, bewustwording te creëren over vraagstukken die de Afro-Surinaamse gemeenschap met name aangaan. Omdat we toch wel menen dat die groep toch wel vanwege de marginalisering een extra steuntje in de rug nodig heeft. Wat is onze visie? We gaan ervan uit dat we door middel van samenwerken met zoveel mogelijk andere partners, organisaties, individuen in Suriname en in Nederland, dat wij dus ernaar streven om die bewustwording te vergroten. En we hebben een langtermijnsperspectief tot en met 2050. En we gaan ervan uit van dat het gaat om die individuele, maar ook die collectieve zelfkennis over de groep zelf te vergroten. Als ook een stukje zelfreflectie en ook zelfliefde voor het individu, maar ook voor die collectieve groep. Dat willen we dus zoveel als mogelijk vergroten. Waardoor dus die maatschappelijke positie die groep individu in die gemeenschap inneemt, kan herinnemen. En het kan zijn in Suriname, maar het kan ook zijn regionaal als ook wel globaal. Dat is een hele mond vol. De doelen die we voor gaan hebben is allereerst het identificeren van de marginalisering. Daarnaast trachten die bewustwording te vergroten over hoe die marginalisering eruit ziet. Maar tegelijkertijd ook trachten om projecten te identificeren hoe die marginalisering weggewerkt kan gaan worden. Het betekent dus ook dat er projecten geschreven moeten worden, geïdentificeerd moeten worden met andere partners, waardoor we dus kunnen werken aan het vergroten van die sociale rechtvaardigheid, maar ook de sociaal-economische empowerment van de groep. En dat doen we niet alleen, ik gaf het eerder al aan, we proberen zoveel als mogelijk strategische partnerschappen aan te gaan met individuen en ook met reeds bestaande organisaties. Ik ga vlot verder. Wat we ook nog aanbieden als... We zijn niet een organisatie die een heleboel geld heeft. Dus natuurlijk proberen we ook onze eigen inkomsten te verzamelen. Of aan onze eigen inkomsten te komen. En dat doen we in de vorm van het geven van... het organiseren van Zoom-bijeenkomsten voor andere organisaties. Dus dat is ook een bron van inkomsten. En hier ziet u van hoe het pakket eruit ziet. Dan ga ik direct naar de orde van de dag. Ik heb nu even niet zo'n goed overzicht om te weten als de heer Armand Sunder al heeft ingelogd. Ik weet dat de heer Iwan Weingaard al had ingelogd. Dus ik ga even scrollen om te kijken als ik meneer Armand Sunder ziet. Want zo nu dan starten we met de heer Weingaard. Meneer Sunder, u heeft al ingelogd. Nee, dan gaan we starten met de heer Weingaarde. De heer Weingaarde, zijn presentatie is getiteld Pardon en Healing.
ik hoef eigenlijk de heer Wijngaarden niet meer aan te kondigen of te introduceren. Hij is een oude bekende. Met zijn stichting is hij reeds 25 jaar bezig binnen de Surinaamse gemeenschap, maar ook internationaal. Ik ga nu zwijgen en ik geef het woord over aan de heer Iwan Wijngaarden. Meneer Wijngaarden, u kunt starten met uw presentatie. En we gaan het hebben het onderwerp. Mooi. Gaat u gaan. Het onderwerp is, ik zei, pardon en heling heeft te maken met inderdaad herstelbetaling, maar we hebben een andere versie ten aanzien daarvan. De versie is pardon. En we zijn gekomen op deze versie omdat wij de geschiedenis bestudeerd hebben in die 25 jaar. En we hebben ons duidelijk daarvoor al bezig gehouden met landbouwontwikkeling binnenland. En waardoor we gekomen zijn met het weten van, we zijn niet zo vriendelijk naar elkaar toe. Dan zeggen we, wil je ontwikkeling brengen? Dus zullen we eerst pardon naar elkaar toe moeten zeggen. En we kunnen alleen maar uit basis van respect het moeten doen met de leiders van, zeg maar, vanaf noord, oost, zuid, west, midden, de districten, et cetera. Maar niet op één plekje, maar over heel Suriname, waar Afro's zijn. En dan geloof ik dat we, zeg maar, geen jealous zullen krijgen. We hebben gezien in het verleden dat geld niet zozeer een oplossing brengt in ons probleem, maar dat meer een kwestie is dat we niet zo nauw samenwerken met elkaar. Dus die liefde moet er zijn. Daarom pardon. En dan komt de heling. En bij de heling hebben we inderdaad geld nodig. En, maar dan gaan we inderdaad projecten, dan gaan we het samen doen. Het is een verbindings. We zijn als federatie zijn we eigenlijk een beweging geworden in de loop der jaren. En we leggen nu verbindingen met overal waar de Afro's zijn. Dit is mijn korte inleiding. Als er bij de... Ja hoor, we horen u prima. U kunt gewoon doorgaan met uw verhaal. Oh, wat ik meer vertellen. Ik dacht dat ik... mijn korte inleiding. En, ja, en, u kunt van start gaan met uw presentatie. Oké. Okay. We hebben in het jaar een, zeg maar, 2017... We hebben een project geschreven en in 2018 hebben we het gelanceerd op de Baboon Creekie. En om de gemeenschap daarmee te confronteren waarmee we bezig zijn. En we hebben verder de consultatierondes hebben gehad door het hele land, vanaf zeg maar het oosten, al de in stamverband levende Afro's. En de districten Nikeri, Koroni, Para en hier in de stad. We hebben een consultatieronde gehouden in Nederland ook. Bij de organisaties, lezingen, ook via de radio in Nederland. Om de mensen te informeren waarmee we bezig zijn. En hoe wij denken het sociaal-economisch en maatschappelijk probleem op te lossen. Ons ontstaan is... Dus hij heeft plaatsgevonden op basis in 1996, op basis van de sociaal-economische en maatschappelijke en culturele positie die we hebben. Was heel erg laag, we maakten ons zorgen. En daardoor zijn heel wat organisaties bij elkaar gekomen om hierover te praten. En zo is de federatie ontstaan. En daar zijn we gaan werken. We zijn gaan werken aan een aantal zaken die zwaar onder druk waren, zoals onze cultuur was zwaar onder druk, zeg maar door andere organisaties. En we hebben gezegd, we moeten daaraan werken. En zo hebben we de Black Civilization Day hebben we
echt zwaar gepromoot. Dat houdt in, een volk heeft een etniciteit, heeft een cultuur, heeft een, en dat is je cultuur, is je identiteit. En daar hebben we heel wat aandacht aan besteed, 35 jaar lang, zeg maar, door een, steeds op de eerste zondag van het jaar, die Black Civilization Day, bekend als Black Amman Day, te brengen naar de mensen toe. En waardoor ze een, weten, velen weten dat vooraf, dat, dat hun cultuur, zeg maar, scheef werd aangekeken op hun cultuur. En de Verenigde Naties zegt dat, dat cultuur erg belangrijk is. Elke etniciteit heeft cultuur en dat levert een grote bijdrage aan de wereld, aan de wereldbeschaving. Dat genieten wij aan. Denk maar aan jazzfestivals en noem maar op. Het zijn allemaal zaken die wij als Afro's bijgedragen hebben aan de wereld. Op het stuk van muziek, dans, etc. En dat hebben we gebracht. We hebben gepakt. Wil je meer respect hebben van waar je vandaan komt? Moet je weten, moet je heroes kennen. Zo hebben we gewerkt aan de heroes van ons. Denk maar aan Kujumet en Percent. Hebben we 25 jaar lang. Daarvoor deden andere groepen dat ook al. En we hebben zijn 25 jaar doorgegaan. We hebben de overheid zover gekregen om zeg maar de Heiligweg daar te benoemen tot Kujumet en Percent Pring. Tom, Christian, Betsy. Het zijn alle mensen die, die 9 mensen die gewerkt hebben aan een stukje verzet om af te komen van de slavernij. We hebben gehighlight, hebben onze meest belangrijke hero, dat is Bonnie. En hebben we een paar jaar al herdenken we Bonnie steeds weer op 20 februari. Omdat Bonnie bijzonder was. Bonnie is, is het voorbeeld die we moeten volgen in Suriname vanwege de karakter die hij uitstraalt. En dat hebben we heel behoorlijk naar voren gebracht. We hebben hier toneelstukken gehouden in de botanische tuin. Recentelijk is een film gemaakt over Bonnie hier. We hebben Masseri in Kommerwijnen op de locatie Sinabo. Masseri is een bijzondere vrouw geweest in de slaventijd. Die dus zeg maar mishandeld, doodgeschoten en onthoofd is. Ook een andere serie, in 1711, is een andere serie ook vermoord. En een Flora is ook vermoord. Al deze 3 vrouwen nemen mee en op 23 oktober, wanneer we dat herdenken, nemen ze mee. En zo hebben we ook aandacht besteed aan... hier in de Bakaboesningen hebben we aandacht besteed. We hebben aandacht besteed aan het gevecht in het Mapana-gebied. En waar we een bijzondere, zeg maar, verzet heeft plaatsgevonden. In 1757-58. En waar 400 mensen zijn vrijgekomen. Jongeren, ouderen. En de strategie die onze voorouders hebben toegepast was bijzonder. En we hebben ook op een gegeven moment, Jan, we zitten ook verbonden aan de stichting Jan Erasma Zelige Instituut. Die heeft gezorgd dat wij Suriname een wereldnaam gekregen hebben. Op basis van de schrikmachine die hij ontdekt heeft. Waardoor arme mensen in de hele wereld, in Amerika is het bijzonder, maar natuurlijk ook in de hele wereld, dat ze een schoen konden kopen. En die dingen hebben we aandacht besteed. Alleen om ja, die vernederende benadering die we hadden, om het op te vijzen dat we niet een slachtoffersrol hebben alleen maar. Maar we hebben ook bijzondere kwaliteiten hebben wij. En dat we die naar voren moeten brengen. Dat betekent dat we veel in staat zijn te doen. Maar we moeten niet vergeten dat die zwakke plekjes, dat zijn de mensen die zeg maar niet doorheen konden. En dat daar aandacht aan besteed moet worden. Maar het feit is dat we die potentie hebben in ons. We zijn geen mindere groep in de samenleving. En de manier hoe we hier gekomen zijn, hebben we steeds onder aandacht gebracht dat het op een
verschrikkelijke manier is geweest, waar men 2,5 eeuw lang, zeg maar, cultuur, de mensen hun cultuur is ontnomen en geronseld. Men heeft oorlogen zeg maar, in Afrika en, gestimuleerd, alleen om slaven, om tot slaafgemaakte te kunnen kopen. En men heeft heel wat nare dingen gedaan. En dat heeft gemaakt dat we hier in Suriname nogmaals een behoorlijke achterstand hebben, sociaal, economisch, maatschappelijk, cultureel. En met deze insteken hopen we met ons allen dat we die verbinding leggen, dat we doorheen zeer zeker met een versnelling. Er is wel een groei, maar die groei moet versneld worden. En daarmee zijn we echt bezig. En daar vragen wij, en we worden binnenkort 25 jaar, de bedoeling is dat wij vragen ook aan iedereen die luistert, om te kijken van hoe kunnen we meer handen en voeten krijgen om een bijdrage te leveren met ons allen om het probleem, zodat we vlottere ontwikkeling kunnen krijgen, wij Afro's in Suriname. Astrid, ik zou het hierbij willen laten, Philip. Astrid, hoor je me? Ja, ik hoor u en de participanten hebben u ook gehoord. Ik zou voorstellen, want ik zie meneer Armand Sunde nog niet in de meeting. Ik stel het volgende voor, dat er, als er vragen zijn, dat die in de chat gesteld worden. En dat we dan even een gesprek aangaan nu met... Zijn er vragen vanuit in de chat? Als er geen vragen zijn, dan zal ik alvast toch wel om de dialoog nog wel op te starten beginnen met de eerste vraag. U haalde aan, meneer Wijngaarden, van er is een achterstand bij de Afro-Surinaamse groep. Heeft u ook welke acties zouden ondernomen moeten worden om deze achterstand weg te werken? Als u daarop in zou kunnen gaan? Ja, en, we zeggen de basis om een achterstand weg te werken, is dat wij het probleem moeten proberen op te lossen. Het probleem die we hebben is dat we niet zo lief en aardig zijn naar elkaar toe. Daarom is hier een stukje pardon van eminent belang. We moeten beseffen dat we, als je van elkaar houdt, dan kan je intensief samenwerken met elkaar en zo kun je ontwikkeling brengen. We zien in families, in plantages, constant spanningen wel eens. Ook in de tribes in het binnenland, we kennen ze, ik hoef het niet aan te halen. En wanneer we daarna gaan werken, en de bedoeling is nogmaals dat we zeggen, dat is de basis. Dat je zegt, jongens, laten we met ons allen, de leiders, vooral de leiders van de grassroots, dat ze bij elkaar kunnen komen. Dat is ook de bedoeling van het project Pardon en Heling. En dat ze het stukje pardon uiten, zodat de mensen kunnen zien dat de leiders eens zijn dat we iets moeten doen om meer liefde naar elkaar toe moeten hebben. En dat is natuurlijk met de mond beleven, maar je zal iets moeten doen en daar moeten projecten voor komen. Daarvoor is het project van meneer Sunder en de Koelde, die zoekt naar middelen. Maar alleen zeggen wij gaan niet geen pardon vragen aan de kolonisator, omdat we zeggen, als een pardon moet komen, dan moet het spontaan komen. Maar wij gaan mensen niet vragen die onze voorouders mishandeld hebben, om te zeggen van, alsjeblieft pardon zeggen, het moet uit zichzelf komen. Wat wij wel, en als we projecten eenmaal hebben, gaan opeisen, wanneer we de projecten hebben, we hebben deskundigheid nodig, we hebben geld nodig om al die domeinen die ik genoemd heb, om die tot ontwikkeling te brengen, ga je geld nodig hebben. En dat betekent dat als projecten klaar zijn, hebben we mensen voor nodig. We hebben een stichting speciaal opgericht hiervoor om te werken. Het COVID is spelbreker geweest.
Maar zo denken we een bijdrage. En de overheid, we merken ook de overheid steeds erop wijzen dat ze die koek, elk land heeft een koek, en die koek die we hebben als land, dat het goed verdeeld moet worden. Niet de kruimels, niet omdat we niet drammen om een stuk van de koek, maar dat we de genoegen nemen met de kruimels. Dat moet niet zo zijn. We moeten een stuk van die koek hebben, want die koek is investeren in gebieden waar de afro's zijn, omdat we een achterstand hebben, zal wat meer aandacht, meer geïnvesteerd moeten worden om van de koek in gebieden waar wij voorkomen. Integendeel merk ik dat men juist dingen afhapt van het gebied en brengt naar andere gebieden. Dat is geen goede zaak. Maar we kunnen alleen maar een goede vuist maken wanneer we samen met elkaar over eens zijn dat dat gebeurt en dat we het kunnen aantonen. Oké, dank u wel. Een andere vraag die ik u ook nog wilde stellen, heeft te maken met, u gaf aan, we zijn niet altijd lief en aardig. En er breekt toch wel kader die betrokken wil zijn. Wat voor boodschap zou u geven aan kader, om met name van Afro-Surinaamse afkomst, om die rol op te pakken waardoor die groei en die achterstand dus ook weg, die groei gerealiseerd kan worden, maar meer nog die achterstand bij die grotere groep weggewerkt kan worden. Ja, wat ik hiervan kan zeggen, de Verenigde Naties heeft ook wel onderzoek gedaan op dit gebied. En het blijkt dat wij van Afro-komaf vaak, we hebben allemaal de ellende meegemaakt. En je hebt altijd onder alle omstandigheden ga je hebben dat mensen door de ellende sterker worden en breder worden. Ze kunnen veel meer doen. En het nadeel is dat die gaan denken, ja, die anderen zijn dom of ze zijn lui of noem maar op. En dat is het nadeel die we hebben, waardoor wij die het verder geschopt hebben. Die niet geleden hebben onder, het verleden. Ja, want, ja, ik zeg het zo, wij hebben niet de stokslag hebben we niet gehad, maar we hebben met onze opvoeding meegekregen. Dat is vaak een remmende factor. En ik weet dat mijn moeder me zei, dan ben ik paaiman, monina dibri en dat soort dingen. Het zijn allemaal zaken die je verhinderen. En je denkt niet aan een duidelijke toekomst. Je moet zorgen voor je kinderen, voor je kleinkinderen. En daardoor ga je sterker inzetten, niet wachten op een andere. En zorgen dat politici jou niet afhankelijk maken van hun. We moeten proberen, de benadering moet zijn, zelfstandig proberen iets te doen. En ik wil van hieruit vragen, degenen die het gemaakt hebben, kennis is niet van ons. We hebben het gekregen van de Almachtige, van een God die we hebben. En dat moeten we delen. Je koopt geen kennis, je krijgt talenten. En als je het gekregen hebt, dan is je plicht om het te delen. En wat we merken, dat wij niet zo gul zijn met delen. Ook merken we als je geld nodig hebt als organisatie. Als je zou gaan naar afro-bedrijven, dat je niet zo gauw geholpen wordt. De mensen die cultuurbewust zijn, die beseffen hoe belangrijk het is dat je opkomt voor je cultuur. En die geven grif wel geld. Maar dat is bij ons minder mate. We moeten gaan beseffen dat wij niet zo zijn. Maar door het verleden. En dan zegt men, ja, je zeurt altijd over het verleden. Maar het is niet zo. Het heeft wel degelijk een impact op de nazaten. En je kan het merken. Als je van Albina zou rijden tot Nikeri. Dan merk je het, als je zou lopen van Paramaribo naar Acconi, dat ze ook merken dat je weinig economische activiteiten ontwikkelt. Dus mensen, hou rekening daarmee. Laten we elkaar, je moet trots zijn, als iemand die op je lijkt iets bereikt heeft, moeten we heel erg blij zijn om. Maar het moet geen Jaruzo zijn. En noem maar op, anders gaan we niet halen.
Dankjewel, meneer Wijngaarden. Ik wil de participanten toch wel vragen om hun mic te muten. Want dan kunnen we een mooie interactie hebben met elkaar. Ik ga nu naar de vragen in de chat. Meneer Errol Geesius vroeg als ik de heer Sunder heb gebeld. Ja, ik heb hem gebeld. Ik weet niet wat de miscommunicatie is, want hij heeft zijn slides met ons gedeeld. Dus ik weet niet wat er mis is gegaan, maar ik blijf het proberen. Vervolgens, Errol Geesius vraagt, wie moet pardon geven aan wie en hoe moet dat gebeuren? Meneer Wijngaarden, als u daarop in kunt gaan. Graag. Uit respect hebben in onze planning opgenomen dat we niet buiten leiders, traditionele leiders, om moeten gaan. We moeten een connectie hebben met de traditionele leiders, leiders van plantages, leiders van een tribe wonende mensen. En die moeten aantonen aan hun volgelingen dat ze beseffen, dat ze overtuigd zijn, dat we niet zo aardig zijn naar elkaar toe. En dat zij pardon zeggen aan elkaar. Hè? Want we hebben elkaar veel pijn gedaan. De ene schelde aan, don paraningen of dit of dat. We hebben altijd gescholden op elkaar. We hebben zelf in de tribes in de binnen hebben ergens een opperhoofd wel eens doodgeschoten. Dus er is heel duidelijk aantoonbaar dat we elkaar veel pijn hebben aangedaan. En als de leiders het zeggen, dan gaan de volgelingen dat wel volgen. Daarin geloven wij. En daar heb ik nogmaals gezegd, niet het pardon, want het is met de mond beleven, maar er moeten projecten komen. Projecten, bij het uitvoeren van projecten ga je samen met elkaar werken. Families onderling, stammen onderling. En dan ga je merken wat voor erupties komen. We hebben dus cultuurdeskundigen nodig, we hebben psychologen nodig, we hebben geld nodig om de projecten te implementeren. Dus er is, zo zien we dat. Meneer Wijngaarden, dank u. Ik kreeg een goede opmerking van Jahans. Hij vraagt als we in het Sanantongo ook deels in het Sanantongo en ook deels in het Nederlands kunnen antwoorden. Ik zou u vragen om misschien een korte samenvatting van wat u net heeft geantwoord in het Sanantongo te doen, dat hij dat ook kan verstaan. Grantangi meneer Ja, we tak Sanantongo naar het Nederlands, we doen ons best, we doen dat. Om ik wel moxie vind. Yes. Nee, en met taki gantangi na kapisa ichaka na fesi voor takstani en Sanantongo. Sanantongo ook kan verstaan moro betere. En boom voor de voornu de versatongo moro matakatongo boom. En dat tongo voornu abradi, isapfa, wabi en tongo die we taki in a oost, noordoost van Suriname. Maar tongen die we takken in het zuiden, zuidwesten voor Suriname, koloko dat naar Tutongo, en foto die we, tongen die we takken naar foto langa in Pranasi, naar derde tongo, die ook al verstaan. En samen checken we ze, om ons takken, om ons gillen spreken in ons rebe, om gillen spreken in ons rebe, nou belangrijk zijn hier, spreken. En ik ben minister van het project naar Baboon Creek. En ik ben minister van het pardon om prespari sani en wilidi. Want pardon om sani die avi diti langa bradi. En dat doen ook aan lus zomaar. En daarom ben ik met Bitaki om het pardon langa se. Om sani die avi diti langa bradi. En we geven pardon. Dat we kiezen spreken die we schrijven, die we lobby schrijven. En dat naar de insani die voorkomt, tapu a, volgens mij denk ik, om het pardon aan Oudon, maar Oudon schrijven boem voor Hogri, in a attendi psana obaka. En dat die om ons, evo dresa siki dat die, dat, nou a siki mekane, evo dresa siki dat die, dan heb ons regio. We roken elkaar dat de mooi. We roken elkaar wel dat we roken zo'n lees elkaar dat we kort grong. Je hebt ons regio zo lees. Maar in heel die fase
visie bestaan vaak dat je ja, naar Jarusus mijn wistraal. Dus maar je loopt je streven en zo onlook ook toe dat je even tja, je pikon, je man libi makandra, kun je tjane kon wansee nomo, want dat je kweki Jarusu, even tja bonkon, dat je moest tjara bonkon, alasee, want dat Jarusu no kampsta. In de machtkweki forma, in de machtkweki, in de macht simileer Jarusu ma. En zo dat ik me ervaar, het moment dat je begint, voor dat ik ook op mijn kandra, ja, moet niet van ook. En de smaak van Massa Sunder, Arman Sunder, de Ameko aan berekening, dat ik de man ben ook op Soso, 215 jaar. En dat dan ook boompjes money, dat boompjes money dat ik, en voor kan kiezen, dat kan doen boem voor Sani, voor boeren den Fukado Abi, de Fukado Abi tapapis wat dat voor economia. Scoro, culturo, en daar kan poeden de fukanati. En daar ook kan abiwan more betre libi makandra in die lobby kondre senang. Midri den tra etnische groepen in senang. Metak morofara, sami abe over. Ja, metaki naar de sansa abi echt van nodu voor apadon. En apadon metaki. Ik was sabi ba in wie voor nas libi la benanant libi de speki na bigisani volgens mij chile speki de ki je do ondro nono kwet kweti de speki na sorry tak ya bi wan gado adi wan gado ati ya bi u libi persiri la na yusere di ne saka yusere di ma yusere gelijklika trawan en ma yusere se moro. En je van Fuka de Natrawa, je hebt een poeder dat Fuka dat na apis pardon. Je hebt trouwen. Je van trouwen doen fout in een zoening, een kossing, dat no doro amarki po van doro. Dat na de sani die mee taki en die kotaki makratongo of volantongo, die mee tjaka na fesiba. En die taku biten ba, taki o begin in 2007, tina sebi. 2010 in het begin. En het trouwe project met Konde Saba project naar Babun Kriki in de jaren 2010 in IT. En met alles wat Sabe zou hebben op praxerie. En het begin van de boskop, voor Tjana boskop, wakken alle den presi hier in Gaman. Tjana en zeker die toe Gaman, Gaman naar Samakase, Gaman naar. Na ook aan Cisei, na wat ik aan Oosten voor zijn naam, wat ik hier aan vertegenwoordigers, Uchala Boskopo, die vertegenwoordiger voor Matawaise, Uchala de Quinti, de Pramaka, allemaal aan Boskopo, Uchala Boskopo, die naar de Brabant Sisafoon naar Holland Kondre, ik ben Sabi, naar Saudi bezig, denk. Moxie money now, we are coming to the Moxie money kona wang, so that we can pay notaris, like of one stichting, who do up his roko di si. Dus dat na, die broke in zijn naam tongo, Missy Astrid, en we hope that akring, smak wat kan voor samor beter, het samen van lima. Dank u wel, Grantani. Ik ga over naar de volgende vraag. Ik ga het eerst in het Nederlands doen en daarna in het Sranantongo. Naar de volgende vraag van Errol Geesius. Wat is de mening van de heer Wijngaarden met betrekking tot de broederschapspoging van de heer Brunswijk en de heer Rusland? En dan ga ik het nu in het Sranantongo doen. Sana a denk je voor meneer Wijngaarden ten aanzien van apistorie dat den Brada, Brunswijk, Nanga Rusland de concept van broederschap komt? Ja. Mag ik het even kort onderbouwen, alsjeblieft? Oh ja, gaat u gaan hoor. Ja, grantangi. En alles wat mij wees, wang blessi bakanna. Want ubeshi taki de tubi leider disi, de koma kandra, dat eigenlijk sade taki, de takluku umlobun srefi. Maar to luku na ala de libi dan a agri sade me agri minus abef na wa yari dip sade.
Maar agree sa de be agree da pe de na in Marwina. Amus kisi skin ete. Want if we look at fini, dan me si wa he wa losani di sa be mu supsa sang sanopsa ete. In awanda ti mi bawang tak tak na den leider disi na mener Wenghard e bedoel tak sa mus koma kandra. I betakik batak na den kulturu leider, maar me denk ik ook to den politiki leider, dus soort van de leider. En eigenlijk sam yuan aksitak sana awarti san agri dat be abiji mene Wenghaarde, bagi Basra Wenghaarde. Abe de wan boonsani en ungodoro nange of anobe sari agri sade be agri dat be da Marwina. Grantangi. Ja, grand dank je, broer Jezus. En actie is nou een mooie actie. En ook een verfeer actie. Want een actie die we nog bijna zijn, want een beginlijke federatie, lange artiesten Europa, doen we zijn in een mapana contraint. Omdat een mapana contraint met een principale pressie, de Viva Afrika Roto, zor kondre, dat we kan mee kon kofu. Het is een krabbel aan ons leven, maar ik kan met een kofu even vinden naar elkaar zien. En zo met een kofu draven en jagi soldaten voor draven, en jagi en alle den die toren. En zo bijna 400 smaken, free in die ajari, tina 715, tina 7. En in een chimie draven, op dat ik denk dat ik ben draven. En wat een nog aparte serie voor de federatie. En trouwens, een man bombardeerde mijn huis met een interview voor het laboratorium dat hij attende aan de federatie. Maar een nog aparte serie voor nu. We moeten straks aan de hand tegen en brengen dat hier met dat ik nog kreeg kwijt in de dat een nog aparte serie. En wat niet voor ontwikkelingsstreven wil ik Afrikaanse namen, like Afro. Een wandeling naar een politieke fase. En dat is voor het dat we het politiek voor Charles Refkona Fessi of met een koffer politiek fase. We gaan krijgen een kring dat we voor Asana Mapana moeten we alle politieke partijen. Want we hebben, want we moeten kijken naar je schrijven fase. Fijne situatie daar, die begon ons aan. En zo waren alle politieke partijen, en oppositie en coalitie, te tackelen en te tegen jullie. En wie hebben een Verenigde Natie Takasanto, dat je een heel groot taboe, de sma voor Afro, de Afro-sma, hebben een moeilijk. En dat die oorsprong, daar komt het na. Katiboten. En dat moet doen zijn die de smaak. En met dat we zien in die konden, ja, dat een fascifa van die koena konden, een fascifa in Lusono in 1863, na de jagupona de panasie leke, die kan takkelijk meti. De jagiwer. De diben daar de oude panasie tang, maar de diben daar de landbouw panasie, de nati, de we moeten smekpressie getrouwen, en de no. De no evalueer noti, de no do noti giden, de bebus lonsuko presipedeta. En utaki, daarom ik utakla alle politiek bij, oppositie, coalitie nogmaals, dat je een wina a zwakke schaken. Teo lobus is zo gevaarlijk en akkondre disi, omdat u de ombrom tijari, dat omuzo je boosrevi, want er was schaken zwakke, want schaken zwakke, dat heersan zwakke. Dus we moeten doen, langer allemaal, we moeten uchara noodu gona fesigi, allemaal tak, even ammakti, kismakti. Da, even konan a project sobe de basic keba, da we suku yepi na unu, an, a yepi u apkranga van noodu. En minoanji noan, smaf Afrika rutu a schuld, tak in a ding, mana a fasi, fa akatipo bende meko abo achterstand. En we doen nooit in ons, maar nog op nabijjuno,
voor Doansani. De leider voor UNO, eigenlijk de vlakke systeem, schriftvatting, die we het maar bij doen, maakt afhankelijk, zodat hij de stem tegenkomt, dat hij abuurlijk de stem minder denkt. En dat dan zijn is aan no boon kwijt kwijt, want zo je met iets maar afhankelijk in respect van zelfstandig. Als we moeten breed van kan nyan en ze vroeger en bij nyan geen schrijven, agetjes scoren, en moet breed. En maar zodra je een noot doet dat je moet go biggie, na sakaje. En we pina zo dat we moest zakken je van het dede. En dat aan ons boon zijn. Dus, ik hoop, maar Jezus, dat ik alles aan je voor mij kan kringen. Maar aan de andere apprecieerie van de federatie Kutkutti. En ik denk de man dat hier minuut zo met ze schrijven, voor lokaal minister. Maar dat is een grote apprecieerie voor de federatie, voor mijn consort politiek zijn van zijn. Waar je voor alles maar in de kondre. Alle volken in de kondre, omdat we nou een deel van de kondre en we nou een zwakke schakel en we een trange schakel, dat er wat alle politieke partijen, alle etniciteiten in de kondre wat voor nodig. Ik ben hier niet, maar ik moet zelfs tegen. Dat ben ik erop. Ik hoop dat ik, Master Jezus, dat ik verstand samen met u. Dank u wel, meneer Benghard. Dank u, Tanji. Errol, je wilde nog reageren? Nee. Grand dank je, Masra Wenghade. Mooi, mijn breed, dank je voor Stami Boom. Ja, ja. Moet je trouwens maar ook zien, want de vraag is wie. Oké. Ik ga over naar de opmerking van de heer Bilkerdijk, Billy. Hij geeft aan de oplossing ligt in de basis en dat is education. Ik bedoel geen scholing. Masra Bilkerdijk taki tak voor losatori op voor Afro-Sranamang dat umluku askoro skoro. Maar afasva e definieert of e denk je over skoro na wat trasani. Meneer Bilkerdijk, kunt u dat even toelichten wat u bedoelt met, ik bedoel geen scholing. Goedemiddag, ik ben Hekwee, dus ik kom niet met mijn camera in beeld hoor. Zeker wil ik het toelichten. Ik denk dat de focus een beetje verkeerd is. Ik ben vaker gevraagd om mee te doen aan dit soort sessies waarbij dus gepoogd wordt de Afro-Sanamang die lift te geven. En, maar ik denk dat we, en ik wil een voorbeeld geven hoor. En hopelijk gaat u me begrijpen en iedereen hier in de meeting. En ik kan best ook wel Srantongo praten, maar misschien niet zo goed als meneer Wijngaard. Maar waar het om gaat... Doet u uw best om zowel in Nederlands als Srantongo te praten, graag. Dank u. Oké. Nee, ik wil het voorbeeld geven wat ik in feite... Meneer Bilkerdijk, u valt weg. Hoor je helemaal? Nu wel weer. Kunt u even herhalen wat u net aangaf? Ja, ik gaf net aan dat ik met een voorbeeld wil illustreren wat ik precies bedoel. En hopelijk valt mijn verbinding is een beetje slecht al een paar dagen. Dus dat ligt niet aan mij dus. Nee, maar met jouw voorbeeld toch. In Sanang, UNO-wetgeving bijvoorbeeld, dat is helemaal Holland georiënteerd. Dus eigenlijk bijna na een wet voor Holland, uit de Kopojaso, om een jaar terug. En als je het wetgeven dat we hanteren. Af en toe dat onze instantie dat we proberen repareren wet. Maar dat we niet repareren zijn, met kassan komen we repareren met kassan fitwan toemang. Dus gelegenheid wetgeven maken. We met kassan takam fitwan toemang te maken door de toren. Maar apis dat in het jouw change kon in het true draai sa imus chako in het denkje toch. Want dat is eigenlijk het grootste probleem. Want wanneer we niet genoeg werken aan de basis om mensen te scholen en niet naar school sturen, natuurlijk moeten ze ook naar school gaan, maar meer als dat, een stukje bewustzijn brengen, awareness brengen naar die mensen toe, gaan we de plank steeds misblijven zijn, dan gaan we nog generaties erover blijven praten, want dan een noos mij dat van Afro-Sanamang moest kinkie.
En all over the world is dat zo, toch? Dus eigenlijk die hele black movement is ook in Amerika en Europese landen minder. Maar het is all over the world zo dat mensen, they want to sit black man. Maar als op basis van problemen dat in feite, toen dit toch, want ze die dan education, naar scoren, scholing, en nogmaals, meneer, dat ik aan ga scoren per se, aan ga scoren, maar leer moral, ik zei leren scoren. En dat is een van de fundamentele dingen die moet veranderen. En het tweede, Sani, welke het gevolg is voor haar score, die zei dat ik, na zelfredzaamheid. Je moet op wat inkomen. Als je een leer is, maar dat je een roko voor harmonisatie van nodig voor scheef uit, dat als dat nou tja, dat is bij tante van niveau voor, meneer, we gaan het totje aan eventjes zo vragen. Als dat nou tante van niveau voor, biggie. Maar dan noem je ook dat mijn punt. Mijn punt na, en de discussie, toch wat dat, ja, dus maar de akade, toch, de blagasmaat aan dit op een hoger niveau. De blagasmaat aan dit op een hoger niveau moest doen alle de best, alle de moeite zou hebben doen, voor mij kan je dat kon, dat dit trouwens aan de moral, als het op een lager niveau. Maar niet met hun consent, in een wacht die dan maar dat ik vind het goed. Ik vind het goed dat ik mogen leren jou aan. Ik vind het goed dat, nee, jong doet als wat is aan een probleem. En dat is voor mij fundamenteel. Als ze aan nog pakken, scholen en zelf, dat mensen moeten verdienen, dat is als aan nog los op. We gaan over generatie weer erover praten, maar onze kinderen dan op het niveau zijn om dat eventueel aan te dragen. Zo die de interesse voor hebben. Want alles maar aan behoefte van dat voor de parere situatie voor Blakasma. Maar ik zou je zeggen, ik heb ingelogd vandaag. Ik dacht, ik ook hoe zij daarmee doet die daar. Maar voor mij is dit heel erg fundamenteel. Ik ga u zeggen, en voor de Masano Sabmi, mina voorzitter voor ASFA, Associatie Nationale Fabrikanten. Maar we doen het trata santo, dus maar toen Masano in een meeting ja Sabmi. Maar de trata sa mee doen, met, ik heb altijd de focus op mensen die op mij lijken. Maar ik stop niet een heleboel energie om mensen aan de basis mee te trekken. Dus maar ze dit op een niveau kies ook bedankt, maar is maar dat kan schakel, al is met een errol, meneer, ik ga dat niet met zo vaak, maar ik voorzien hoe bij mij na nightlife hoe bij mij niet negatief hoor, voor alle duidelijkheid, maar hoe bij mij dat tra fronten, want nooit hoe dat gaat toe is in de diepte, meneer, maar mijn volg je wel, na meneer, zonder we tak vaker, na een dat die regelmatig maar kontak aan je, maar niet zozeer met zijn pet van reparatie. Voor wat is het dat dat is? Maar meer met de pet van amanawa econoom, amaka kango to oplossing voor je ding blagasma. Dat is mijn instinct. Dus om af te ronden, mij vind ik dat een focus moet leggen tap om educeren desma, de blagasma, en om zorgen ervoor dat desma een job. Ik begrijp dat in op een baan, in verdien je money. In een koude wacht die heer dokter zei dat je nooit na de verrekaring, hoe die dingen weer, en wat ze geld wisselen doen. Money transfer. Money transfer, Tori. Een heer dokter dat die. Ik wil op zei dat je, want toen je opeens wat hun staan is, maar lukken ze maar dat je, allemaal een begin de familie at atrasie voor je want je steun. Kon nakis king aan de ene kant, laat maar niet on erbiedig worden, want nu zou ik dat blakas manier roken. Het is ook dit waar, het is absoluut dit waar. Laat maar dat helemaal goed zeggen hoor, want nu zou ze toch wat aanval persoonlijk. Maar niet dat is wat ik bedoel. Het punt is dat we meer als Kioros ma, omdoen een heleboel meer. En we moeten zelf repareren. Als we dat ik maar in een sessie wat ik ook even erbij was met elkaar zaten, dat ik maar zit ik maar een constant in het gesprek. Zelfreparatie in doen. En als zelfreparatie dat hij na, in te scoren, en dat tweede wana, in zo dat ik een rock off doe. En dan als ik wil straks dat verder een andere opmerking maken, want dit is eigenlijk de kern van dit verhaal. Maar ik wil met dat in een andere insteek geven straks na deze ronde. Dank u wel. Dank u wel. Ja. Meneer Wijngaard, gaat u nog even reageren, kort, want ik zie dat er een aantal opmerkingen en vragen zijn. Ja, we hebben een schatje op een takje voorbereid. Ja, in elkaar verwacht ik like, voor takje, zoals maar, nog bij een probleem, zal ik kiezen opvoeding, voeding, grauwvoeding.
Dat dan 10%, dat is eigenlijk over 10%, maar het grootste gedeelte normaal door. En die vind niet dat de regering, dat we ook alle instanties weer actie, dat we actie van Kukuja, Kuku Elip Kruimels hebben, dan een Kruimels weer actie. Een Kruimel die weer actie naar elektriciteit, water, passie, maar voor Mekki economische activiteit en dat minnesiedeling, politiek leider, actie dat worden die zien. En je moet sabje volgen, als je sabje volgen diep in lange bradi, dan je sabje zijn aan de fuka voor dat volgen. En als je sabje fuka voor volgen, dan je sabje van je moet pakken aan. Dan moet je sabje meer in diep in lange partners maar voor jou. Meneer Wijngaarde, ik denk dat er even wat internetproblemen zijn. Ja, jouw kosting. Maar je moet zorgen dat je een ietsje ontwikkeling komt. Dat want dat je is maar alles zou doen. Je loopt aan ontwikkeling, dat we zien duidelijk dat je alle prespes maar met passie is maar voor afloos maar bende. Allemaal saka fika de implantatie con la foto. Allemaal. Urbanisatie de leki la namoro a hotline. Geef me, ik wil ben pres. Je moet je ontwikkeling gaan naar de pres. Dus je nog kan kosis ma die omdat ik kosis era maar omdat ik je nog kan je moet solo dat ik chasango. Maar de leiders van no aber praxere ta kere mucha ontwikkeling gono prese en begeleiding mude en is ma ne principe rende na forname groro kono de sane sane sma edu en ai kan yepi fucha wa chenchi kon giren da ta ke me project edu ontgene tipo deskundigheid mi sabe mi go mi egi in 1970 mi goro go benelan de wan data aksimi fu yepi datse but es mai senis mago lanti esenis mago ta de senwas mago fu strafing of de senwas mago la wan kofalek lagi opleiding de senen go na a benelan fu goro go yesi mus abe wan gebied pe mo ontwikkel i mo cha i mo pod de moros mana na moro digi ede mo sen go di ka innovasie de kan do fu cha de pico mai ne kan verwachtit voor ons maar gewoon op een bepaald niveau dat ik aan tja change kom. Je moet tja en je moet potsman een boombra die kan jepi voor tja change kom. Dus en die vind niet dat je abrala leti, maar je moet tja ontwikkeling go, en je moet tja mogelijkheden moet tja go. Mogelijkheden moet tja go. En dat is zo mogelijkheid dat we pis wat eraf voor dat je hebben we gezien ontwikkeling gooien met gewoon het project, je hebt maar buiten boord motors maar van nodig, je hebt maar van nodig die de motor, je hebt maar van nodig die reflector, maar je hebt voor investeer boom pilot bedrijf en we zoeken prijsie, want we allemaal hebben de na prijsie en boom landbouw bende, maar zo doen een liefde prijsie die katibotten kom die petit bende. U zijn dus maar eigenlijk een pis grond voor zijn naam, bij Mangri, bij Naboen voor Fatou. Zo liever kustvlakte, dan gaan we naar het achterland voor zijn naam. Waar economische mogelijkheden, ja, shifting cultivation, kapo bron, planoansani. Je ziet nooit, wat maan met me mekken, die bij Europa dat zei, die bij een grafiek. Ik heb van maan begin aan mijn grond, dat jongen, hij kon drie voor grond, hij kon maar oor, hij kon toe, hij kon waar, hij kon afu. En dat klaar is. Terwijl je dat foto, de man die naar de kust, en we beginnen aan 1 hectare, daar komt over aan 20 hectare. En zo allemaal kan groeien worden beter. En allemaal techniek lang gewassen, bij kan direct money even verdienen, opgewassen. Die een jaar in moet actief, voor ze zijn kan oost. En wat heb je dan dus dat foto nog dus zozeer naar de sma, maar dan naar beleid. Er is geen agrarisch beleid voor het binnenland. En die ongeveer zo vaak dat ik bij me, zijn niet
die kan ontwikkelen naar binnenland. En mijn poeren tjago na kotaki naar kustgedeelte. En dat naar Lomboes aan de kustgedeelte. Dus ik hoop dat je mee kan zo'n actie ook ombakken. Als het maar moeilijk met jou is. Oh ja. En dat je kan even een mooie actie komen. Nou is dat die piketa patak. Maar dit is de eerste one. Omdat nu ook van 1970. Ik ben bezig, zeker 10 jaar in Europa, binnenland, CBLA. En dat is al meer lekker. Pani gewoon woon me door. En dat is een makkelijke. Sorry, nee, dat ben ik. Maar je moet veel meer doen. Je kan niet in onontwikkelde gebieden moet je ontwikkeling brengen. Je moet het interessant maken en mooi maken. En dat heeft men nooit gedaan. Voetak en Kring, hulp is gegaan naar andere delen van Suriname. Niet naar de delen waar de afro's echt zijn. En als er hulp gebracht is, dan is die technologie niet gebracht. En dat zijn kwalijke zaken. Ik wil het hierbij laten. Dankjewel. Ik ga over naar de volgende vraag van Vanessa Limon. Eerst in het Nederlands. Heeft het pardon in andere landen geleid tot een positieverbetering van de gemarginaliseerde groep? Een actie voor Vanessa na. Intracondre pe de koloniale heersers ben die pardon tak des ma konna fesi. Kunt u daarop alstublieft ingaan, meneer Wijngaarden? Kom ik tak wansani, me leer altijd lekker ontwikkelingswerker dat je moet weg in een gebied pe wansani dat je moet guaprakse broodje aladeen boeie belangio ontwikkeld zijn. We moeten niet voor de Russische konden. En ja, ontwikkel een idee, omdat we stukken aan historie voor ons. En een historie tegen ons, dat we lopen in de kieruwschrijven, en de katibo tegen ons kieruwschrijven, ten overschrijven, doorvoetie de lange spanningen. Dus we moeten wat doen van, om die harmonie te krijgen. En zodra je money en lolo, dat finish revi, dan geven men zorgen dat ik money kon voor dit project, maar ik had money gewoon naar Chiro revi. Ik ben een loopbaan cannibalisme ook is revi. Dus je moet zorgen dat je dressjes revi, zodat dat money kon, dat je sterk genoeg bent, hoe kan gebruiken money, voor doen en dat direct, het moet een geïntegreerd project zijn. Dus we moeten dat direct bij de kibri money naar Bangi en noem maar op. En also, Winkri moet bij. Je moet een gemeenschapsontwikkeling moet je hebben. Dat is het, Astrid. Dankjewel. Niks in niets van het buitenland hebben. We hebben het hier ontwikkeld. Oké. Ja. Errol, je hebt de toelichting al gegeven, dacht ik. Dus ik kan doorgaan naar de vraag van Nicolien. Nicolien zegt van. Worden de nazaten niet te veel als één homogene groep gezien gemaakt? Actie voor Nicolina, tewe luku de ching, bakap ching voor de srafu. Une mek wan foto, tak wees je den ik wan groep. Ja, even een ching, maar die is ching lek wan, nou, foto de mek, ja. Nee. Want in elkaar schelijk van, want denk die bij katiebe ono, praten ono en in een project voor ono met die praten ono ITP's. En dat betekent voor kan kies makkelijk naar je tafels, maar je praat je. Het is maar je praat je dat de uitspeler heeft dat geen bagatong en dus ono de wang, de praten ono en waardoor en soms doen, nooit van ook ondress ono, om ons dress ons revi. Daarom maak je een project Pardon en Heling dan een project voor Dresdense. Pardon, Kootak en Lange Mofofossi. En dat is schrijfproject moet de coördinatoren moet naar Oosten, Zuid-Oost-Zuid-West aan moet de, zodat die we kan ook makkelijk naar ons schrijven. Maar hoe de wang, kut, wat was King, Kloro Abi. Maar hoe praat hij? En verdeel naar voor een lobo-schrijving, zodat die man die bij Katibo Uno, de sma die bij Katibo Uno, dat maakt hij nou dat. Dat maakt grondpraktijk.
voor Aheri, Katibo en Abendeso, Taki. Checka historia da Bende, de Mambe Pony. Wan werd man 10 tot slaaf gemaakt. Jassen Abende, 1 want dat 30. Dus ik kan verstaan. Om een praatje moest komen voor de manka Abi Maktinaita. Dus daarom heb je sommige sango gevaarlijk broeien. En dat is een kern voor achteruitgang, omdat lobby nodig. En een lobby moest roken naar lobby, en een project moest komen. Kiezen, regeren, zo vaak. En als je lobby schrijft, dan kan ik gewoon koffen. Maar als je een lobby zo vaak, dan kan ik gewoon koffen. En als je normaal kan koffen, dat is maar. Dus dat is een lange. En even kijken, een census, een schrijfrapport. Dan zie je kijken, om een dat de Small Africa route naar Moro. Biggie groep. Als je ook ziet, allemaal want die naar Wang, maar een census praat die ding. Met een heel big groep die met ding, maar in feite om het te kunnen wandelen, die naar Wang groep. En voor mij Wang groep, dat is iets dat je, een biggie aantal, maar die naar Moro, een groep die naar Moro Soki groep. En daarom heb je Morocco samen Makandra lang aan de kerkie. En Morocco samen alles van die de. Alle, trouwens, consultatie rond de hoort je alle die kerkie horen ook toe. Hoe breng je politiek, hoe breng je service club ook toe. Omdat die, heb je alles maar van nodig. Alles maar moet verstaan dat je. Zijn nog kon gewoon. Want die heeft wat al ook te vaderlijk alleen. Afvallen kan gewoon daarvoor nodig. Het teken 215 jaar dat alle de fuka is genomen. Ik hoop dat je Michelle no? En Nicole. Dat is, Nicole, dat is ik hoop dat Nicole verstaan. Apiki samen met je actie uno de wang, dat is één. En zij kunnen de wang, de prati uno. En na Willy die, wie moet zorgen dat we. Om ik haar op potie tarabaka dat een trouwman bak. Grand Tanyi, dank u wel. Volgende actie, nou een lange introductie. En ik wil door het pistorie van meneer Wijngaard haal aan dat ik Afrika's ma om lobby makandra en a lobby no de altijd. So, missie Elina een actie nu van moet begin in Nederlands. Als we kijken nu naar de strijd omtrent de benoeming van opperhoofden binnen de Maron-Saramakanse gemeenschap, hoe denkt u dat dit proces van pardon dan tot stand moet komen? Is dat geen obstakel? Is onderlinge pardongeving echt wel een voorwaarde voor welvaart, welzijn voor de Afro-Surinamers? Met andere woorden, als we elkaar niet vergeven, if uno bimakandra pardon, dan vooruitgang, materiële of immateriële vooruitgang, dat na een big actie voor missie Elina. Ja, ja. Ik heb gezegd, als we een saar historie, dan heb ik ook toen, en ik heb een bedrijf gemeen, en ik heb een kwaakje, niet kwaakje, dat dan neem, dus we hebben ook een lange naar Samakaliba, de Samakanas, Matawaise, en Miloba Tongo, Miloba Liba ook, Liba Intim, et cetera. En we benen vanaf Uru Gaman, Aboikoni, Kisi, bijna drie Kisi, Bakadati. Dat is de Boemati Langa, dat schrijf ik. Dus dan was Sainen naar mij Adi, de alle de Jugu Jugu Kong. En ja, omdat we de Wang Meki en. We lopen zo'n lees aan praten. En dat dan aan de woonboos aan kwijt. Sabi dus reed het begin van het project in 2017. Dus 2017. En dat drie kandidaat grammar. Alleen, want we hebben een volk van nodig. Een volk principaal. En dus dat klaar aan alle drie kandidaat grammar. Bakadati awan benoemde grammar. Utak ook te lang een wat onhebben mooi lange politiek zijn nu, die na een jepi, hoe doe apis roko. En dan mi hoor contact, maar na on dangena zijn nu. En mi hoop dat ik desma zei arki, want dat nou een boon zijn nu. Nou, tien zo
We zien trouwens, kan je naar ons heen, sorry, maar dat je op een spari a pardon de. Wat, wat. Voor zie ben kan de vooral naar Samaka liba, naar de Samaka. Ibe abi de fuka be kon, de man be potisma bangi. Fuka taklana den, kinki praxeri, chalusuko. Matagi, u las ala den mooi san de si, potisma bangi. Goed, een biggie probleem hadden, dat ik kan bespreken, dat we een oplossing kon. Je ziet nou, ik ben Abi in 1771, Arabi ben de, ook toen want dit mijn vader, we komen tweede dit is even, maar de poti is maar bangi, en dat is aan taki, het probleem los op, morgen voor kan ook komen. Dus, zo ik kan zien dat a project DC de want do la wi alamala want sawe do leki a bewegi federasi na verbinding wil leg we want leg verbinding la alasma zodat na kaba na wi do ator iemand van de jansen die kan leveren om bijdrage na wi a einde ano a federasi do asani ano samaka of matawaya of quinti of pamaka. Maar we doen. We moeten challenges komen. En dat na boskopo die me want checken. En dan als aan fusa maken ze, hij die me ati bon fusari, omdat die lobby apparatie ook. Toen die lobby samaken ze. Maar me hoop dat die lang project pardon en healing dat die dat kan cha. Niet dat die tulesi drillesi met dat klan gamma aboiten. Ik ga in een botanische tuin met taak aan een lady daar. Ik ga daar acidon op. Ik hoor kruiden, ik schrijf naar acidon op. En dan een mooi voorzabitak zodat ik moest voor wat die jongerama. Maar nou, sorry, sorry. Dus, maar alles wat ik heb een ding hier aan, moest ik de arki aan programma dus ik moet doen aan zijn. Mij lukken gewoon, maar ik kom ook erg geven met samen hier voor Usma, die trouwens ook voor je met zijn kom ook hoger bakken. Dus, maar om het doen, en dan kan ik zo door kwijt. Maar kan een project pardon lang heen, kan tjouwen, maar lusen komen in een toren. Maar samen dat je, om ons even, je gaat change kon nog, want zoals met dat je naar educatie lang aan de zijn, maar de spekje. Speaky, en je moet sapsman naar jou, je moet sap even moto. Daarom heb ik een beschaving voor alle volken naar Gadogi. Moet je inderdaad, je moet doen alles aan je dat je sabe dat je nou Afrikaans naar je, nou Afro. Je moet sabe de ritueel, je moet sabe de zingen voor jou, je moet sabe wat man meteen, wat man een biggie mouth konden, dat ga bestuka. Daar ben ik lang een professor, de mawaka student voor bijna 40 nationaliteit. Daar ben ik professor dat ik maar wel om te doen zijn, hoe kan sorry, hoe moet het, zijn ook cultuur. En dan maak ik tegen me, maar de 90 jaar, ik tegen me aan hoe lang mijn voeten ben thai. Maar mijn kweekie kerkie, dus mijn zaam nooit voor mijn cultuur. En toen sap ben mooi zijn voor u. Dan dat is een jeppe nu voor ons hier om mooi zijn in de en om een lasse. Dat naar aboscoop is aan. Grand Tanyi, actie voor meneer Antoni. Zie Antoni na Asref, hij passen naar Asref, actie voor missie Elini. Antoni, taki, even look de Afro's. Bigi kapitaal, bigi money en wakananga, even look a kerkitori ook toe. Dat a kerkie na a kapitaal a monitori e beïnvloed de Afro. E actie van ef uluku a wina wang onder de Afro fa a, sa o de a invloed fu a kapitaal na a kerkie ef o hora wina wang gevoel tegen of juist niet. En a giwa mooi odomireken want te domang kon koni ati ebron. Mag ik even toelichten? Ja, graag. Ja,
Bij mij gaat het erom van nono de van ununo de awang, ununa de moro bigi consument, fuseranang. We buy alasan, we buy na alasma. Dan mi vraag na ef ukon awang, ufarwa ine, dat wanta po leru serefi takumus buy na userefi, umus dubopal de zan na userefi, zodat u kan power userefi. Des massa a voordeel nono de na a situatie tak ununo de awang. Te ukon de wang. Womang tegen a kapitaal geweld nanga ukto a geweld voor bepaalde kerkie. Pedemo shitak demo last power tap den groepu, dus dat tap den blakasma. Want we zijn draaien kon. Ununa moro bigi deel voor moro bigi percentage bijvoorbeeld in de kerkie. Dus demo last den power en efu no vrede taki womang tegen a tegen aanval voor zorgu tak utan verdeeld. Dank u wel. Sorry, ik kan tegen Abrara DC. We zijn hier precies in de. We hebben de bezige voorbereiding voor een meeting DC. Kom ik aan DC. Want dominee bel me op. Ik wil een zo'n setting. Goed. Rond 1 juli in verband met 1 juli zei ik nou. Je wil memoren. Akatibo, Jobe Abi. Dat is Dumi Boom. Want if, want dat is dat we allemaal, want Jobe Tabi 115 jaar Katibo ben Tapu. De bigi kerke in Grond Tapu, die abeng de Anujana in Senang. Ben taki, taki, Akatibo no do ubun kwet kweti. Do bun furu hogi na uno. En dat is taki den bigi basi, kipo skopu takumu duwansan. En die breedte dat gaat domen bij mij die maanden, dat die Katina, dat die awanne een programma voor een, dat tak abra atoris. Met dat je me breed zo te bij hem kan dansen en dansen ja zo. Omdat me vind ik dat je den orga die abe onvoorus ma bakaden en in den adefanoor dat die stani broko fini. Dat ik kan verstaan de fuka sarisma abi die de memory voeding organ voeding en zodat hij van beweging kan komen feitelijk de abisma onderding dat is mijn archiding en ik denk aan je chara bumboscopu gonadesma dat kan ook aan veel morisma die van spanu makami hoe kan du a rokus van ons toe want een Unowani, wanwang harmonische saan. Daarom we taki bana inleiden, abigin, dat die wani, otakla alle politieke partijen, nogmaals, langa service club, maar ook toe langa kerkie uwen, umekwam pogan, obel luk, maar die breedte tide wanbel. En de kerkie wa tranga van oudo, dat uwe spreek den tori, die si fin fini. En ego om, a kerkie ego om de libisama, ego om de sma, den smavo African Ruto de abafuka en Higron Tapu en ja ook toe en if we doen sani if we spanu makana so many praxero kona verbinding om meki a verbinding dat praxeri okon alamala mus roko me who kan chara lusuko a lusu de trangafano de shila covid so am no so na want ik is aan je. En als samenhorigheid bent, als we babi brieven in ons streven, dat we wat deden zo boga boga lang aan COVID, maar nu we deden boga boga lang aan COVID. Omdat we maar veel ons streven. Why had God this say? Why had God that say? Dus daarom ik heb pardon lang heren. De was aan je dat we kan potussen staan bangen, dat we fukas aan de, dat we kan bespreek den fuka, dat we lusu kan motor den fukas aan. Ik hoop dat ik me ga abrara van boempieke op acties aan checken. Meneer Anthony, is dit tevreden na een antwoord? Jawel, jawel. Dank je wel. Dan ga ik over naar Nicolien. Zij heeft de volgende vraag. Hoe hebben ze gereageerd op de bijeenkomst bij Baboon Creekie? Vade samen reageert na bijeenkomst in Baboon Creekie.
Ja, we gaan die pikiet op actie die ze. Aben de wan, ja, blakamande, de kwaai karen, en die we membren om cultuur. En aben de wan die dat alles maakt aan de drampen. Maar dat we dat die, om te kijken die dat die, hoe kan Chara Boskopu voor pardonen helen. En de minister voor die kan, dat den lobatori schreven. En in een wang dus maar zijn de team voor achterland die nap abaga dat winna afro. In een wang dus maar die want praktisch die praten dat ik mina disja dat ik mina dat die weet ik het en de feijer is dat weet ik winna Afrikaanse naman, lek van de Amerikaan tak wist, de takie wina African-American, de Caribbean, desma van Caribisch continent tak wina African-Caribbean, so, mechi adete ten na feja ripsa, pe us don, e change alles wat praxer, en mi takie na ba, mitin dati, mi takie no, unomu denk tak wina apartisma, en a stref, ling, omus sukwanen, giwilek sernansma. Ik smaak voor Afrikaan route voor Suriname. Daarom heb ik ook aan onze Afrikaanse namen. Of Afro-Surinamers. En ja, en dat, ja, Aboskopo, dat in ieder geval minister Dikan, ex-minister nou, pardon, die bevinden een afasva, een kraka atori, die bevinden een mooi sani. We hadden Chari Award voor pardon. Dat hebben we een diepe inning in het achterland voor Suriname. En dat is mijn stel bijzonder waardering in het. En dat ben ik lobatorie. Dus ik ben een van de takiman, dat ik deed. Maar we hebben een meeting echt voor over pardon. Dat ik maar deel bij het orgaan. Maar hoe trouw, aboskopo is een trouwje. Dus maar die bende het op een blakke maand. Maar alle presvogel, ook toen naar Holland ook, dat was veel voor een consultatieronde. Dus maar ben je enthousiast. En je bent lopen praxeren voor een pardon lange heling. Dus mijn hoop is dat je dit in een komakander voor jou, Jans Astrid. En ik hoop dat ik denk, de muslimen waar maar de kolonga idee, voor die organisatie, maar anulanga futu, zodat we kan komen op tranga aan moro stevig. Maar het was alles om me kwam herdenkingsboek, dat we 25 jaar die we tapen, dat we gaan door naar 25 jaar de kon hebben. Dus daarom heb ik nu gewoon een behoorlijk bijdrage, voor de sma die participeert ja. En dit is maar een scene van San Kong, een mooi praxerie. Dat papier, want we kan herdenkingsboek ook. En een pot praxerie voor sma ook toe in een boek. Omdat hij naar Witori, naar Smatori, naar Witori. En die staan eigenlijk aan van Vos Orga, wat was die beweging, verbinding die wij leggen vanaf 2000-2010. Dat betrekt. Alles maar. Dat is historie leren. Als je begint met een zee, als je gaat naar zee, dat is een probleem. Als je begint, je moet beginnen naar Noord, Oost, Zuid, West, Midden, alle plekken. Dank u. De volgende vraag, dank u. De volgende vraag gaat ook over pardon en healing. Even spreken van wie die vraag afkomstig is. Van Henna. Henna vraagt, pardon en healing, hoe moet dat pardon precies concreet aangepakt worden? En ook de healing, hoe moet dat gebeuren? En wanneer is het project volbracht? Pardon en healing project, ik denk dat ik het doe, als meneer Wijngaarden contact van Tjinsen Moro about dat. Ja. Ik heb een tijdje missie gehad dat ik een pardon naar van ontwint van de cultuur van UNO. Ik heb van mijn tijdje naar het begin
culturen na wasani di gadogi. Gadogi met karputum. Daarmee hebben we in de vijfde zo mooi dat is maar de tegencultuur. Culturen wasani di gadogi alla volku gadogi. En, pardon. Een beetje water drinken. Ja, een beetje water. En om een drinken van een spekje vast. En zowel een vast van een drinken dat die een drinken van een vastje per alle biscultuur zo abi in zijn naam dat die te we doen een ceremonie dat we doen een vastje per vertegenwoordigers der voor alle dingen in de tribe, lange culturen deskundigen, dina minder ook toe. Dat we doen een ceremonie, dat we mee consulteren. Sabe dat je een heel libi eigenlijk, een heel katibo ding, dat we kan horen ze even staan in de panasi, lange binnenland, na sferen we mee. En we mee kwam, a praxeri dat we mee kwam sferen. Nou, pardon. En ik van mij daar nou, mofo. Nou, mofo taken. Maar omdat de festman voor de verschillende groepen de akrilang aan praxeren dat is. En mofo taken. Een soort zweren meekie. Daarmee heb je een type vieren dat is de volgelingen, zo voor de sma, die naar pakken de visman, dan zijn die ook toe eens langer zijn. Want wat een boene film ook toe, dat bijna alle dorpen, je moet een cd, dat sma kan zien, zijn vindt precies dat van die dat. Zodat ik had een voorloper, dat voor, zou moeten doen allemaal, langer de grauwen voor die wakker aan festival. Alle de mofo dat ze moest takken. Dat is dat. Dat is dat niet nog bakken. Dat die uiteke abosroeti die zie. En dat is een bakkap tien kan jere abosroeti. En toen we beginnen een project. Healing. Dat is een actie voor een ook toe. Healing, nogmaals. Daar heb je inderdaad money van nodig. Maar money voor een internationale organisatie. Of voor money voor Granati, die op Jaso, of voor een Densma di Katibo Uno. Dat we leggen voor naar den. Dat je, if you want pura, heb je dan een kunu na tapu, zou u potap trouwen. Dan moest je lusu afuka disi in de vorm voor money, voor kan bij den project, de kosten die ik voor den project. Het landbouwproject, het disproject, dat project, reparatie, dat anonymous komt. Zo'n ding verdwijnt. En ik denk dat door een hele ontwikkeling in Europa, ik ben met een rapport ook toe, en ja, toen was museum helemaal op naar Amsterdam, dat is maar een potmoney voor op het museum, voor per titel hadden het verdeeld verleden. Want denk, back up team voor de wet, maar we vieren ook toe. Maar we vieren morgen heavy. En dat was dat hij de Montbekwam Museum duidelijk een slachtoffersrol nog moest kunnen vissen. Maar dat slachtoffersrol nog een verveersaming. Hij maakt die tang joni, ik van de botaki binnenlaan. Hij moest maar groot. Daarom een in een museum, duidelijk de massa chakolan feest, denk de biggest answer we do voor Afrika Rutu, dat ook kan. En de pina zou in je no eten, waar ook aan dusani, hoe kan komodo neem. Dat na a grand praxerie voor een museum die moest komen, voor Chari, de bagatini voor den die pina katibo uno, dan de bagatini voor den, de die make voor slaafu. Hoe dan kan komen crossbinnen aan elkaar. En dat ik kan vieren asani. Ja, dat kan wel. Grondtappen moest komen. Maar hij praat voor grondtappen met die. Dan heb je alles wat rommel. Je ziet zieke koning aan de zand. Maar de. Waar we verantwoord. Die grondtappen samen.
dan ook een mosa kunnen tapen. Sitaki, in wie van Afrika roet u? Mosu liba, mosu busi. Nou, eigenlijk ben je een soort trefu. Nu ben alle de standaard last. Sifa en mosu, minama herken Marwina liba maura. Die mee bekwad raven 50 jaar in psa. Sifa liba mooi, ben je een drinkwater van liba. Maar nu ben je een toko, dan alle de romotsare mee doet op liba. Money ere. En money is nog wel, maar natuur is ook natuur. Dus alle de standaarden moeten komen, alle de normen en waarden samen met de. Toen ben je heel in hun denken. Hoe lastig was money? Money pay basis on this. Op alles maar het trouwe pina. Ik hoop dat ik duidelijk die missie jena. Hena. Dankjewel meneer Wijngaarden. Ik stel voor dat we even een 2 minuten pauze houden, zodat u wat water kan innemen. Want er zijn nog een aantal andere vragen en opmerkingen. Dames en heren, ik geef nog even een kort. We zitten nu op 7:03. We gaan uiterlijk door tot 19:35. Want ik zie dat er 34 opmerkingen, vragen zijn in de chat. En dan gaan, eindigen we dus om 19:35. We geven meneer Iwan Wijngaarden even een kleine pauze. Zodat ik kan kiezen en schrijven. Zodat ik kan die moro betre antwoord op de vraag. Goedenavond. Wilde iemand een vraag stellen of een opmerking maken? Nou, ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Van der Vloot, Marcelino. En ik heb net een link van iemand gehad. En ik dacht, ik wil even toch meedoen met dit. Dus vandaar. Dus ik ben al laat. Ik heb die link net, voor ons in de chat geplaatst? Ik heb de link net ontvangen. Dus ik, Nou we zijn om 17:35 begonnen. Dus meneer Wijngaarden hier zijn verhaal gehouden. En we zijn nu bezig met, met de vragen van de participanten. We hebben even een korte pauze waarbij de meneer Wijngaarden wat kan drinken. En dan gaan we verder met de vragenronde. Als u eventueel vragen mocht hebben, dan kunt u dat alstublieft in de chat plaatsen. Oké, dan moet ik even kijken waar ik de chat moet vinden hoor. Even op een blik. Jawel, gaat u gang. Nog een blik. Ivaro, waar kan ik de chat hier vinden? Chat. Blijf het gehoest. Oké. Meneer Wijngaarden is terug. Ik denk dat u zelf weer heeft versterkt. De volgende vraag is van Clifford Anthony. Hij stelt de vraag van, als we kijken naar producten als gember en kudusiri, is het u opgevallen dat bij de vorige en huidige regering de productie van de gebieden Paramaribo verplaatst of verschoven is naar de districten Saramaka en Nikeri? A actie voor Clifford na if ushi tak a prani voor gember nanga pudusiri sa bendu in para nanga marwini dat
in a vorige regering na a huidige regering ushi tak a verskoi bona Saramaka na Nikeri. Als u daarop antwoord wil geven. Ja, en Michia pis dit ook toe. En dat er fos binnen Messias Dizzy attack over Jinja langa Xabala City Tata. Ik ben naar Saramakase. En produceer na 2 jaar geleden ook toe produceer. En de begon toe bedrijven naar Saramaka van een paar duizend plantjes. En dat is een onboonsane omdat meer taki. TB Abheripi bedrijf Kotaki voor Jinja, Kassaba, Sweetipata in een contraindrape is mijn plan de Sandisi voornamelijk. En dan ben ik zo many, pardon, ik kan taki me. Zo maak ik je een WhatsApp. Dat kost ons aan kiezen. Ik kan taki, ik kan driba sango naar trapresi. Maar bijna als aan het dunne drapen, je ziet moet ik was aan die idee om een bepaald gebied. Jullie Granlanti moesten mik beleid dat die zorgen dat ik stimuleer aan gewas die zie, omdat die dus maar sabbingbaar en ik kan mekka productie drapen morgen big. Maar dat die energie EPSA, daarmee vind ik dat je soms verdeling naar dit, naar de gelijk nog. Maximaal waar economische reditakeren. Als je kijkt naar landbouwsystemen in het achterland, in de principe wie voor Afrika doet, dan zie je dat je weinig technologie hebt, weinig mechanisatie hebt, waardoor de arbeidsuren, wat alles maar, alle juru, alle dei, na libisme hebben je een voordeel voor een juru en kracht. Maar ook dat konden hebben een voordeel. Dus als je loba konden boom, dan is het niet dat alle arbeid voor alles maar in een konde, dat je puur een maximale uit een kracht die de sma hebben. Maar we zien dat je landbouw bijna, bijna kan dat je landbouw een pie ontwikkeling ergeren de. En meneer Reingaarde. Heeft iemand een recept? Jinja. Jinja. Nou, ja, dus we moeten. Het is niet goed. Het beleid van het land moet zijn dat je haalt alle productie of potentie voor alles maar moet konden sma en dat kon het ten goede. Maar je weet je technologie erop, je weet je ontwikkeling erop, dat in juru, en dat in die rendement, daar, je moet daar, je moet kan je 25% of 10% noemen. En dat dan nou moet aan kut. Dus, maar ik wil nog meer komen koffie. Ik wil nou een eenheid, dat kan je niet eisen stellen. Want politici lopen vaak, brengt die Sani. Sani die mooi, en, maar Sani die eis voor een smaak, dat je moet zetten erin, gewoon zelfstandig zijn, dus onafhankelijk zijn. En als man doet zo many, zei je wanneer langer liep die smaak erin, dus zelfstandig. En dat is vaak een probleem met politici, dat de horisma afhankelijk. Dus je ziet, het beleid staat vooruit, voornamelijk in een sma voor Afro-sma, nou, volkshuisvesting en werkverschaffing, dat soort zaken. Maar echt, het industriële ontwikkeling, nooit is daar genoeg aandacht aan besteed. Daar heb je aber achterstand. En daar kunnen we alleen maar, als onze leiders niet opkomen voor dit soort dingen, dan moeten wij als volk het zelf doen.
Dat wil zeggen, die bundelen, die verbinding die we leggen. En dat wil zeggen, nee, hoe kruder lang we streven, dat drapen, op de serie moest ontwikkeling streven, want behoorlijk, voor de serie fabriek moest schoondrapen. Dan moet het komen. Want dat is de enige manier om te zorgen dat je groei en ontwikkeling krijgt. Maar wanneer we passief zijn, en een abba krachtig, voor mij kwam koffer samen, dan gaat het niet komen. Salom zei, dat zijn de dingen, we zien de dingen. Maar schijnt alsof we verlamd zijn, en men luistert niet naar vakmensen, en dat is cool, maar men luistert graag naar het volk. Dus wanneer het volk, zeg maar, een vuist kan maken en dingen opeist, dan komen die dingen. Maar zeskunde heb ik gemerkt in de loop der jaren, dan mag je praten tot Brugman, maar niemand luistert daar. Ik hoop dat ik juist antwoord gegeven heb op de vraag die gesteld is. Dank u wel. Gelet op de tijd ga ik trachten om een aantal vragen te groeperen. Ik wil kort Petter, die heeft gevraagd om kort iets te zeggen, echt kort Petter, om wat te zeggen over het verleden, de verwerking en de toekomst. Daarna ga ik naar de vraag van de heer, ik neem aan dat het een heer is, ga ik naar de opmerkingvraag van de heer Boon. Petter, heel kort uw opmerking over verwerking van het verleden en de toekomst. Ja, goedenavond. Nee, over de verwerking, verleden en de toekomst. Mijn mening en mijn werk was zo dat we moeten beginnen aan de jongen voor u. En toen we gaan naar de jongen voor u, zo een proces kan we morgen varen. Sabrada wen gaat de takje dat. Midden ook een dat die in ons kan aan de want den het maar dat den doe ik heb het. Was dat het Petter? Dan ga ik verder naar de vraag van Bowen. Bowen stelt de vraag, hoe staat de heer Wijngaarden tegenover de werkzaamheden die het daglicht niet mogen schuwen? Hallo. Meneer Bowen? Annabella Pender? Oh, een verbinding bij fabriek? Oké, ik ga er al even zo mee. Ik pak even 2 minuutjes zo. Hallo? We horen u niet zo goed. Misschien kunt u toch de boodschap ook in de chat zetten. Wacht even voor het eens. En terwijl Petter dat doet, dus de vraag van de heer Bilker van Boon. Hoe staat de heer Wijngaarden tegenover de werkzaamheden die het daglicht niet mogen schuwen? Kort antwoord daarop. Daarna kwam er een van Eline over het educatiesysteem als Korogi Afro, dat Skoro, Negepi Afro Sranamang. Bika if uluku sa epsa in de birti de moro pin ya de moro pinawa fu unu etang da weshi tak de school resultate fu de chin no de moi so if we luku skoro we tak want de oplossing na skoro sang mus do moro betre tak de chin kankis moro betre onderwijs en kauro ko moro betre ina in skoro. Dus dat ben de vraag voor missie Eline. Wat vraag voor missie Eline.
die meneer Wijngaard ook toetak in die tori je luku spresutu na arolfu a vigilanti, maar in een potumsi verantwoord toetak vigilanti, sana onverantwoord toen ik afro sana man. Ja, kan ik op die avond praten? Ja, we kunnen daarop ingaan, dan groepeer ik de andere vragen ook nog. Ja, als korosan in avond, nou, preswaritori, want even na wie boosrivi presi, doordat de urbanisatie, daarom had de zo preswari dat die een urokona project, a healing. Maar de heling, zou aan de heling dat de urbanisatie zou kiezen dat is mag moeten uit het achterland. Of moeten naar de internatie naar het achterland. Verder met de toekomst. Komt hij naar foto. Beschrijft de president de novo. Mogelijkheid naar de novo. Je moest maar langer een project voor heling. Je moest maar met project. In de president in het achterland. Zodat hij. Die kan in de eigen omgeving kan ontwikkelen in zijn leven, morgen beter. En dat hij kan morgen beter scoren kan komen. Want ik vind dat boosre bij presi. Moet dan 5, 6 is mijn wang, 10 camera. Dat is geen probleem. Dus even heling, dat is zo van, dat is zo principe dat dat project is geen stand. Dat je kan met project dat is maar, want dat is maar naar motor, dat is motor komen. Diep de internatie of de dorp voor een foto. En ik kan strekken alles aan in een contrainperen de grond, de water, de alles aan de dat je kan kiezen van morgen betere ontwikkeling. Leuk je staat aan nou. Sony point dan alle de prijs kunnen dat hij naar Bandesani en in elkaar lossen op nou. Je moest beginnen aan een project, maar nu je nog maar de voer. Want als je moest ook naar huisvesting, dan wordt er about ontwikkeling voor precies aan de. Dus je creëert een urbanisatie, je creëert een low probleem en criminaliteit, maar op toons voor ding. Terwijl je dat in de kota in de planatie of de dorp, dan kan je, heb je genoeg wel, je hebt bepaald ding. Voor de ons aan ik kan roken, tomorrow lang ik kan minstens 8 uur kan roken, maar ik kan roken 10 uur ook. Je hebt bepaald je ontwikkeling, omdat je nog voor zijn voldoet. Maar tegen na nog voor zijn voldoet, dat is het inderdaad een big probleem, ja. Dus daarom een project, pardon en heling, dan prespare zijn, hoe kies ontwikkeling in de gebieden, je gaat een pres bij de lege, en je ontwikkeling naar de gebieden, en sommige gebieden staat hier dat je een mogelijkheid voor bepaalde gebieden nog deed. Maar ik kan zoeken dat wat piswater voor toerisme. Je kan zeker dat wat piswater voor medicinale planten. Je kan zoeken of je moet naar kustgebied. Want wat is dat kustlandbouw? Want alle depenaties naar een kustgedeelte voor zijn naam hebben. Na een opdracht die. Toen het traktaat teken, dus maar dat je today moet varen langer boto, voor boto naar Pernassie, naar achterland, of 10 uur wakker, je moet motor, dus zo far, dus maar we moeten varen als erin. En dat is bij het achterland die minder vruchtbaar is. De kust is erg vruchtbaar, dus het hele Kotika, een Kommerwijnen gebied, Salamaka, een beetje beneden Salamaka, zijn allemaal vruchtbare gebieden waar je inderdaad permanente landbouw zou je kunnen uitoefenen. Of andere activiteiten ook. Je moet een gemengde, want dan alles maar op landbouw. Maar er is behoorlijk potentie in de landbouw als je het kan gaan exporteren. Dus dat is mijn antwoord hierop. Maar zo op dezezelfde verminkte wijze doorgaan. Is er geen oplossing. Je zal geven men je achterland waar de mensen eigenlijk zijn, zou je moeten ontwikkelen, zodat ze zich happy voelen, want als je eigen omgeving bent, dan voel je gelukkiger. Je hebt je water, je hebt het bos, je kan jagen, je kan dit doen. Dus dat je eigenlijk
op een paar vierkante meter, heel veel mensen. Wat verwacht je? Criminaliteit en allerlei gekke dingen kan je verwachten. Dat andere ding, en, is het een vraag een beetje beantwoord? En, maar een, wat was de andere vraag weer? En, de vraag van de heer... maken met werkzaamheden die het daglicht niet kunnen niet mogen aanschouwen. Wat uw mening daarover is. Ja, maar dat krijg je leegloop, geen werk, dan ga je dit soort dingen krijgen. En we scheppen een milieu en, voor mensen waar ze bepaalde dingen gaan doen die inderdaad niet correct zijn. Dus we zijn als politici zijn we schuldig aan dit soort dingen. Als we niet zorgen voor een goede ordening van dit land, en, dan ga je dit soort dingen krijgen. Dan wanneer die dingen op je afkomen, dan kan je gaan janken. Maar dan heb je in feite heb je zelf gecreëerd een beetje. En dus we moeten gaan werken aan... want noem maar een project waar men ontwikkeling gebracht heeft waar mensen zijn. Waar mensen met landbouwmachines kan werken en een heel systeem kan opzetten. We hebben de kennis in huis. Dus, maar de wil moet aanwezig zijn. En maar als je zorgt dat... Nu moet je de mensen... Niet, ze zijn niet meer daar. Je zal ze uit de stad, als ze zijn, terugbrengen naar de plantages. Om een stukje ontwikkeling te brengen. Waar ze zelf dachten... Als je zorgt voor de randvoorwaarden. Dat ze het fijn zullen vinden ook. En dat is mijn antwoord op dit, want we schelden op wat men doet, maar uiteindelijk is je hele huishouding die je gecreëerd hebt, maakt dat je dit soort dingen krijgt. Als je een andere huishouding begonnen al na afschaffing van de slavernij, dat men geen voorziening getroffen heeft, mensen gingen massaal van de plantages naar de stad. En we hebben schoolonderwijs gekregen. Ik heb hier een deskundige hier in de botanische tuin een lezing gehouden. Die zegt, omdat de mensen lastig waren, de kinderen, heeft men scholen gebouwd. Zo erg was het. Dat er eigenlijk weinig aandacht besteed is aan de Afro's voor de ontwikkeling na de slavernij. En men heeft dingen gecreëerd, prachtige wegen gemaakt. De plantages en de dorpen worden vakantieplekjes. Terwijl het niet hoeft. Het kunnen productieplekjes worden. Maar het moment dat je ontsluiting maakt, moet je direct zorgen voor economische mogelijkheden. Als je daar niet voor zorgt, dan ben je bezig. Dan heb je zelf hand erin om een hele grote groepen kapot te maken. En dat moeten we absoluut niet doen. En als men het niet kan inzien, dan is die verbinding... Van eminent belang dat we verbinding maken met elkaar en dat we dingen kunnen opeisen. En als je geschiedenis goed weet, dan kan je eigenlijk bijna kan je nooit geen schulden geven aan. Want vaak geven we schulden omdat we de achtergrond niet weten. Als je de achtergrond weet waarom dingen zo gekomen zijn, dan kan je geen schuldigen zoeken. Dan moet je schuldigen zoeken bij de leiding, degene die de verantwoording heeft op het land, etc. En wat die andere meneer zei, en dat is meneer Owen, geloof ik, die was begonnen met moet beginnen bij de jeugd. Maar wanneer je de volwassenen niet bewust maakt, want ja, we hebben iedereen nodig. De volwassenen hebben een stukje kennis, maar die moeten ook bewust zijn van. Ze zijn van heel veel dingen bewust, maar dat is meer oraal. Maar de geschiedenis leert ons dat er heel wat gekke dingen gebeurd zijn. En dat stukje info moet gebracht worden aan de ouderen. Dat ze bewust zijn van, inderdaad moeten deze stappen ondernomen worden. En dan kan je de jongeren, want zij moeten de jongeren aanspreken. Maar zij niet weten hoe de ellende, ik heb met Gramans gesproken 50 jaar geleden, ja. De jongen van die steen, en die zin en dat. Ja, dat geldt men erover. Maar als je de oorzaak gaat onderzoeken, dan zie je dat er een oorzaak is dat ze op zo'n manier handelen. Leegloop is ellende brengt met zich mee. Dus ik denk dat we toch deze
deze gedachte van pardon en heling heel serieus moeten nemen, willen we een verandering brengen. En wat ik erbij kan zeggen vanavond, ik geloof erin, want we hebben die consultatieronde gepleegd. En toen hebben de mensen hier in de botanische tuin, hebben we de mensen geroepen. En we hebben toen 85% van de mensen zijn gekomen om verder te praten. Toen kwam COVID en noem maar op. Dus de wil is aanwezig, het besef is er. En ik denk dat we met informatie en vooral je verleden moet je bewust zijn. We kunnen elkaar niet uitschelden als we weten waarom we bepaalde manieren hebben, zeg maar. Manieren gekregen hebben. We hebben het over de dingen die de daglicht schuur geven. Man. Dan moet je zoeken naar de oorzaak van. En als je de oorzaak weet, dan kan je de mensen niet kwalijk nemen. Dan moet je zorgen dat de omstandigheden gunstig gemaakt worden. Dat ze een andere kant opgaan, maar niet de andere kant, de verkeerde kant. Dus ik denk dat we met ons allen de verantwoording hebben. Dat noem ik ook alle organisaties, voornamelijk waar heel Suriname, nogmaals, dat was hoe we die consultatieronde gehad voor alle politieke partijen. Wij zijn met ons allen verantwoordelijk dat het goed gaat met dit land. Niet het geheel met de mond van we moeten één zijn. Want vaak zijn we uitgescholden als federatie dat we denken, we maken groepen. Maar nee, als daar een probleem is, moet je het probleem onderling moet je oplossen. En je moet zo groot zijn dat je zegt waar de fouten zijn. Want wie gaat dat raar? En die idee had die magie had en die taxosiefvoeten had die zijn nog beter. Je moet geven, eerlijk moeten zijn naar onszelf toe. En de geschiedenis bestuderen. Waardoor we conclusies kunnen trekken. En dan kunnen we de juiste conclusie trekken. En de juiste stappen ondernemen om dingen te doen om een change te brengen. Maar niet uitgaan. Ik heb het goed tussen de trouwen. Er is ook een minister geweest. Meneer Giblagamangro. Want de sering. Laat dat u zegt. Zij de sering. Om dan een andere formule te bedenken. Om ze het wel te geven. Dat zijn allemaal zaken dat we steeds makkelijker de schuld schuiven naar anderen. Maar laten we kijken dat we debet zijn aan wat zich voorgedaan heeft. Op de mensen die voor ons gaan. Vroeger waren we, als ik neem Lansi Grand zo'n 65 jaar geleden. Dan schaamde men zich om een pakket te halen. Het schijnt dat tegenwoordig pakketten halen, dat het een soort een verworvenheid is. Dat je blij moet zijn dat je zoveel power gehad hebt dat je een pakket kan bemaken. Pakket is het vernederen van een groep. En dat moeten we niet doen. We moeten de groep verheffen. Niet de slachtoffersrol toedelen, te bedelen aan die groep. Maar we moeten mogelijkheden creëren dat ze zelf hun boontjes kunnen doppen, et cetera. Dan zijn we goed bezig. Maar op het moment dat we, en dat mensen een attitude krijgen dat ze zeggen, oh, nou, die kies op pakket, die breed die. Vroeger was het bij schaamde ze. Dus we zijn op bepaalde punten eigenlijk achteruit. Dat is mijn mening. Ik hoop niet dat we boos worden. En, maar ik denk dat dit is wat... Ja, ik denk dat we de laatste drie vragen kunnen bespreken. Een van de eerste vragen daarvan is, moet er niet een school voor Afro-Surinamers komen, waarbij productie, waarde en normen, geschiedenis bij elkaar komt? Een tweede vraag hier is van Michael Loswijk. Heeft het ook niet ermee te maken dat de Afro-Surinamers vanuit verschillende plekken komen uit Afrika, dus verschillende DNA hebben, en dat ook die eenheid onderbreekt? En een andere opmerking was ook, of een vraag ook, u haalde aan, er is geen agrobeleid opgesteld voor het binnenland of andere gebieden waar Afro's zijn, maar er kwam een algemene vraag die zei van, er is in totaal geen agrobeleid gemaakt voor geen enkel district. Wat is uw antwoord kort, want we hebben nog 5-6 minuten. Dank u wel. Niet helemaal eens, er is wel een agrobeleid gemaakt voor Nikeri, Salamaka en noem maar op. Dus daar ben ik niet mee eens mee. Er is wel geen beleid gemaakt, agrobeleid, dus agrarisch beleid, voor zeg maar
het noorden en het oosten en het westen van Suriname. Daar is er geen duidelijk beleid gemaakt. Want elk gebied kan je gebruiken. We hebben in de tijd onderzoek gedaan. In 1970 was ik coördinator van het landbouwwerk van de EBG en de RK. We hebben onderzoek gedaan wat de mogelijkheden zijn voor bepaalde landbouwzaken. En duidelijk beginnen kijken niet waarvan de mensen houden. Ja, waarvan ze houden, kunnen ze planten om te eten. Maar om geld te verdienen, moet dat economisch verantwoord zijn. En zo hadden we curare bijvoorbeeld. Dat bracht heel wat op per kilo. Zelfs vee bracht 5 gulden op toen de tijd. Nu is het 70 gulden per kilo. Maar toen was het 5 gulden een kilo. Maar transport was 50 cent. Dus je kon aan vee doen. Maar men wilde toen de tijd de politiek cassave gaan planten. En cassave bracht 10 cent op. En de transportkosten waren 30 cent. Dus waar begin je mee? Omdat die mensen cassave kennen en dat ze planten. Dit soort domme insteken en niet doordachte insteken waren. We hebben met hand en tand tegen gevochten. Dat het niet kan. Je zal dingen moeten zoeken die economisch verantwoord zijn. En niet te veel vragen. Dit is even antwoord hierop. Maar je had een andere vraag was. Een specifieke school voor Afro-Surinamers waarbij waarden, normen, geschiedenis, maar ook dat stukje van productie, pardon en healing aan bod komt. Ja, ik denk om niet geen gekke situatie te krijgen, zou je het makkelijk in een gebied, zeg maar de economische ontwikkeling wil brengen, zou je makkelijk een dergelijke een school kunnen opzetten, waar je inderdaad de mensen gaat leren om waardering te hebben voor hun gebied, voor hun dorp, voor de vegetatie van hun dorp, de mogelijkheden op toerisme, ook op een stuk van landbouw. En dat ze het fijn vinden en dat je een school hebt waar vooral hoe men vaak zijn velen naar de stad gegaan en daar heel wat kattenkwaad hebben geleerd, zeg maar. En als je het terugbrengt, zou je inderdaad kunnen werken aan een stukje normen en waarden. Maar ik denk wanneer mensen zeg maar in die productiesector zitten en ze zien hun voordelen en on the job training, dan denk ik dat we het ook kunnen halen. We moeten niet heel erg gaan dramatiseren, maar de mogelijkheden moeten gaan. Dat begint bij mogelijkheden en begeleiding op het veld. En op het veld heb je inderdaad psychologen nodig, je hebt psychiaters nodig, je hebt cultuurdeskundigen nodig, je hebt vakmensen nodig. En je moet de beste mensen hebben. Niet het idee, toen ik terugkwam in 67, dat men zegt, de beste jongens of meisjes, die zetten we in de kust. En die niet goed zijn, stoppen we in het achterland. Maar dan breng je geen ontwikkeling. Je had je beste krachten moeten plaatsen in gebieden die onderontwikkeld zijn. Zodat dat mensen die heel goed ontwikkeld zijn, krijgen innovatieve ideeën krijgen ze. En dan kunnen ze bepaalde problemen die er zijn, kunnen ze oplossen. Maar je kan niet een Lego sturen of die gewoon school gegaan is, maar geen extra ideeën heeft. Dan ga je geen ontwikkeling krijgen. Dus daarmee moet men zeer zeker rekening houden. Een laatste vraag, reminder, dat was van Michael Loswijk. Het feit dat we dus uit verschillende delen van Afrika komen en ook ons DNA geeft dat ook weg. Als dat ook niet dat idee van eenheid ondergraaft. Ik ben bang dat niet zoveel invloed. Je moet nagaan dat we 250 jaar in slavernij gezeten hebben. Wat het binnenland betreft is men vanaf de eerste dag is men al gevlucht. Zijn mensen gevlucht naar het bos. Na 100 jaar slavernij heeft men een traktaten getekend. Dus heeft men 100 jaar als vrieman te zaakjes, looie man. En na 100 jaar kwamen de traktaten. En dan was men al vrij. Toen heeft men nog 100 jaar geleefd in een stukje vrijheid, 150 jaar. En dan zijn we, ik denk niet de omstandigheden
die zijn anders hier en je moet overleven. En dan denk ik dat je, nee, dat dat niet zoveel invloed zal hebben. De mensen hebben zich gedeeld in het bos. Je hebt gemerkt dat bij het vluchten naar het bos, dat mensen die bepaalde affiniteit met elkaar hebben, zichzelf hebben gegroepeerd. En zo kreeg je de groepen eigenlijk. Maar in feite is, als ik het voor mezelf in die aantal jaren dat ik bemoeid heb met het achterland, dan zie je van, als je kijkt naar de geschiedenis van Boni, dan zie je heel duidelijk dat de hele act van Boni was duidelijk van, we zijn één. Die heeft vrede willen sluiten met de andere groepen, omdat hij voelde dat we één waren. Nou, als toen de Hollanders kwamen, hebben ze de kust gezocht. Toen de Engelsen hier kwamen, hebben ze het achterland gezocht. Dus de mensen van Salamakaners en zeg maar Matawai, de Quinties kwamen uit Babiest en de Brits-Guyana zijde. Maar degene in het noorden, noord en het oosten, dus Kotika, boven Komewijnen, dat zijn allemaal die in de periode voornamelijk toen de Hollanders hier het land hebben overgenomen. En dan hebben ze in de kust geleefd. En die anderen hebben echt op het achterland gevoeld. En ik denk, en ik heb het gevoel als ik zo kijk naar al die 50 jaar dat ik heb kom, dat de mensen liefst één zouden willen zijn. Dat ze één zouden voelen ook. Maar door die verdeeldheid heerst, heb je al die Paramakanes gekregen, je hebt Alukos gekregen, je hebt gekregen. Dat is zo gekomen vanwege een verdeelde heers van de kolonisatoren. Ze hebben nooit vrede willen sluiten met de Bonis bijvoorbeeld. Omdat die Bonis gewoon een radicale groep waren. Die zeggen, meneer, geen vrede, want we willen een totale bevrijding hebben. Geen slavernij. Dus ik geloof niet dat zoveel invloed zou hebben op de mentaliteit van mensen. Nee, dat ik denk dat we te ver gaan of we daar gaan zoeken. Trefosa, heb ik eerder een idee van Trefosa. Trefosa zegt dat wanneer mensen onder bepaalde omstandigheden lang gezeten hebben, dat ze wat ze aangeleerd zijn, het verdeeld en heerst, dat het helemaal gaat in de genen. En daar geloof ik sterker in. Want vele mensen zeggen, hoe is het mogelijk na zoveel jaren dat er nog bepaalde vervelende eigenschappen zitten die mij aangeleerd heeft van niet liefhebben, elkaar niet liefhebben. Trefosa geeft een antwoord erop. Die zegt, wanneer het zo lang geduurd heeft, dan gaat het helemaal in de genen zitten. En dat zijn de lelijke manieren. Maar ik denk niet dat, in Afrika geloof ik niet, natuurlijk mensen hebben nooit lelijke manieren. Ze hebben alle positieve manieren. Dames en heren, met het antwoord van de heer Wijngaarden, ik weet dat we nog graag door hadden willen gaan, maar we zitten al ruim over tijd, dacht ik, al op 1940. Dus we gaan het hierbij afsluiten. Ik zie heel waardevolle opmerkingen in de chat, waarbij ik toch wel belangrijk vind dat men hier aangeeft van dat we die 10% bewuste, geschoolde Afro-Suriname's, dat die meer betrokkenheid moeten gaan tonen. Om die grotere groep erbij te betrekken. Ook die opmerking van dat nu pas een middelbare school opgezet wordt in gebieden waar Afro's woonachtig zijn, verdient aandacht. Ook de discussie tussen Eline en meneer Bilkerdijk en nog anderen over de economische empowerment. Dat geeft toch wel stof tot nadenken van hoe we als gemeenschap meer acties, meer projecten moeten gaan ontwikkelen om toch wel met oplossingen te komen die de basis raken. Heer Wijngaarden, ik zeg heel hartelijk dank voor uw bijdrage. Wat we uit de dialoog met u hebben meegenomen ik zal even kenmerkende woorden aanhalen, zoals zelfreparatie, onderwijs, zelfredzaamheid, meer betrokkenheid van Afro-kader, dat we ons denken gaan verbreden, meer begeleiding wanneer het gaat om
agro-projecten, mijnbouwprojecten binnen de gebieden van vooral de Afro-gemeenschap. En een belangrijke dat ik heb onthouden is respectie voor de natuur. En ook voor onszelf, dat we dat ook meenemen in het hele ontwikkelingsmodel dat gecreëerd moet worden. Een vraag die ik ook kreeg in de chat is als u de resultaten van het project Pardon en Healing, als u dat wilt delen met de gemeenschap. Ik denk dat uit de chat die behoefte daaraan heel erg is gebleken. Dus als u daar te zijn de tijd over wilt nadenken en als u zegt van u gaat akkoord dat we uw e-mailadres dan ook delen met de participanten. Ik ga nu direct een perspectief bieden van wat bieden we aan op zondag 4 juli. We zijn dan na 1 juli, 158 jaar afschaffing van slavernij. We kijken vaak terug van wat is er gebeurd, wat is er misgegaan. Maar wij menen als beweging dat we toch ook vooruit moeten kijken en ook in het heden moeten staan. En de titel of het thema waar we aandacht aan gaan besteden op zondag 4 juli is Journey to Excellence. Wie zijn de Afro-Surinaamse toppers binnen onze gemeenschap? En hoe kunnen we die verhalen, die ervaringen gebruiken om anderen dus ook meer te inspireren? Dus we gaan een iets ander perspectief geven aan 158 jaar afschaffing van de slavernij. Dat gezegd hebbende, hartelijk dank voor uw participatie, voor uw vragen, voor uw kritische opmerkingen. In de chat heb ik ook een link geplaatst waarbij u het evaluatieformulier kunt invullen. En meneer Wijngaarde, u heeft een topprestatie en een topjob gedaan. En hartelijk dank. Grand Tanyi, bedankt aan ieder. Thank you vanuit onze hart als beweging dat u heeft geparticipeerd, uw tijd hieraan heeft besteed. Ik zou zeggen een heel fijne avond en zorgt u ook dat u veilig blijft. Dank u wel aan ieder en tot 4 juli, zondag, eerste zondag van de nieuwe maand. Mag ik de vrouw bedanken? Mag ik de organisatie bedanken? Tuurlijk. Voor de gelegenheid geboden om de ei van de federatie kwijt te raken en de verbindingsgedachte kwijt te raken. Ik dank jullie hartelijk. We zijn nog met elkaar in discussie, zoals gesproken. Dankjewel iedereen. Fijne avond. Groetjes. Doei. Fijne avond.